Jongens en meisjes, kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, ook gewoon netjes. Nou. Wie heeft het niet afgekregen? Daarmee zijn we opgetraind. Ja. Dus daarom weten we ook niet heel goed hoe een 4 of een 3 eruit ziet. Ja. Nou, wij leren eigenlijk bij leerlingacteur leren wij hoe we feedback kunnen geven op docenten. Op hoe ze de klas rustig kunnen houden of hoe ze een goed gesprek kunnen voeren. Ik vind het ook heel fijn dat ik daarmee mensen kan helpen. Feedback geven is natuurlijk handig om een docent te trainen, maar ook om een klasgenoot feedback te geven op een presentatie bijvoorbeeld, of om later in je leven in een leidinggevende functie je werknemers feedback te kunnen geven op verschillende dingen. Ik heb gekozen om deze opleiding te doen, omdat het me eigenlijk heel erg cool lijkt, omdat je acteert en de klassituatie naspeelt, puur om je docenten te helpen. Gezellig, jongens en meisjes. Ja, leuk. Hoi. Goedemorgen. Kom binnen. Ik ben Yvonne Herrings en ik ben hier op school biologiedocent en schoolopleider. Dus ik leid nieuwe docenten op. En op een congres heb ik het project Leerlingacteurs gezien en een workshop meegemaakt. En toen dacht ik, dit moeten we binnen de school halen. En nu zijn we ontzettend enthousiast met de hele school en met een heleboel leerlingen om met dit project te werken. Ik merkte dat u heel erg goed voor in de klas stond. Toen wij binnenkwamen, toen was u heel vriendelijk tegen ons. En toen één iemand niet luisterde, toen merkte ik dat u meteen in één keer heel erg boos was. Omdat het de leerlingen wat leert, maar ook heel erg de docenten in een veilige omgeving. Super nice. Nou, volgens mij hebben jullie gezien, hè? Ja. Ik word er meteen vrolijk van.